Ik ben Richard. Ik ben Arjan. En ik ben Dennis. Samen zijn wij Dieetteam. Wij laten jullie een educatief filmpje zien over overgewicht. Dus goed kijken. Wel doen. Dit is Dennis, een gezonde en sterke jongen. Dit was vroeger een ander verhaal. Hij at ongezond en werd altijd gepest. Totdat er iets wonderbaarlijks gebeurde. En dat veranderde hem compleet. Dennis voelt zich wanhopig en depressief. Hij gaat naar de kantine om zijn depressie weg te eten. Hier bestelt hij 3 vette kipburgers. Dit is heel erg ongezond. Maar toch eet hij ze allemaal op. Plotseling krijgt hij steken in zijn lichaam. Hij beugt zich voorover en valt langzaam neer op de grond. Dennis kreeg een teken van zijn lichaam dat hij snel gezonder moest gaan leven. Dennis loopt de les uit, maar wordt opgewacht door een groep pestkoppen die hem die ochtend ook al achterna zaten. Ze slaan hem neer en lopen stoer weg.
waarom gebeurt dit altijd aan mij? Waarom nou? Alleen omdat ik zo dik ben. Plotseling verschijnt er een flesje. Hij draait hem open en... Volgens mij moet jij meer bewegen. Dit is wel een plek waar het kan. Waar... Beweging heeft een positief effect op de gezondheid, zowel op lange als korte termijn. Door te bewegen worden spieren en bloedsomloop gestimuleerd. Je lichaam krijgt meer zuurstof binnen waardoor je je beter zult voelen. Het zorgt ervoor dat uw bloedvaten en hart in conditie blijven. Door regelmatig te bewegen word je fitter en krijg je meer energie. Naast positieve lichamelijke aspecten levert het ook een aantal prettige neveneffecten op, zoals je voelt je meer ontspannen, je bent beter bestand tegen stress en depressies, je slaapt beter en je bent minder moe. Voldoende redenen om eens te kijken hoe je elke dag een half uur kunt bewegen. En vergeet niet, u hoeft het niet ingewikkelder te maken dan nodig is. Elke vorm van matige tot redelijke inspannende beweging is prima. Vandaag ben je er goed bij, jongen. Ja, man. Maar zal je vet eten? Ja. Kom maar. Hé? Sukkel. Wat is dat dan? We kennen niet. Durf jezelf te veranderen. Leef gezond.